start uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in, want wij verlangen naar herleving, Jezus. Wij buigen neer voor u en wij verwachten u, bouwen u in ons op, herstel uw beek in. Kom, stort uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in, want wij verlangen. Thank you.
Goedemorgen allemaal. We gaan gelijk zingen, want de koning komt eraan. Het is Palmpasen. Hosanna, Hosanna,
Nogmaals, goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. Wat een heerlijke volle kerk. Het is vandaag ook een bijzondere dienst. Hanna wordt opgedragen, dochter van Ido en Nicole. En we vieren Palmpasen. Dus de kinderen gaan straks naar beneden. Jullie gaan hele mooie Palmpasen stokken maken, allemaal versieren. En dan komen jullie straks ook weer terug en dan mogen jullie een mooie ronde maken door de kerk. Dus dat wordt hartstikke mooi en leuk. De collectes van deze ochtend gaan naar het 40 dagen project. Het is dit jaar uit liefde voor jou, heet het 40 dagen project. Het is voor jongeren die in Moldavië de ouderen helpen en om hen daarbij te ondersteunen. Een prachtig paasproject. De tweede collecte is voor beheer en onderhoud en de derde voor PKN kinderen en jongeren. De bloemen van deze morgen gaan naar mevrouw Snoei de Graaf en naar onze dominee Arenda. In verband omdat je jarig bent geweest. Dus ja, van harte gefeliciteerd. Ja, het is een dienst met veel gezichten, emoties. U mag na foto met groet mag u blijven staan in verband met een overlijden. En we gaan verder zingen. Natuurlijk. Ik moet u nog even fijn uitnodigen om na de dienst beneden koffie en thee te drinken. Er is limonade en het is fijn om even door te praten. Als u na de dienst behoefte heeft aan gebed, dan mag u naar voren komen. En dan staan er mensen voor u klaar die met u willen bidden. Nou, nu gaan we naar ons aanvangslied. Dat is opwekking 733, 10.000 redenen.
Palmpasen vandaag. Palmpasen feest. En we hebben feestelijke gebeurtenissen vanmorgen. Maar zoals destijds, bijna 2000 jaar geleden, er bij Palmpasen ook een rouwkant aanwezig was, zo hebben we dat ook vanmorgen als gemeente hier. Een rouwrand, een rouwbericht. En ik moet helaas met jullie delen dat op 31 maart, afgelopen vrijdagavond, laat in de avond, is overleden Wilhelmina Wilma van Bijlen Brandsema, echtgenote van Willem van Bijlen. Wilma heeft alles gegeven om zo lang mogelijk nog bij Willem, de kinderen, de kleinkinderen en bij ons allemaal te kunnen zijn. Of beter gezegd, dat zij er nog voor ons allemaal kon zijn. Ze gaf zich namelijk altijd volledig voor wie er ook op haar pad kwam. Zorgzaam, liefdevol en liever stond ze zelf niet in de belangstelling. Maar helaas, door haar ziekte moest ze aanvaarden dat zoveel om haar heen nu voor haar wilden zorgen en meeleven en meebieden. Moest zij zelf hulp aanvaarden. En dat was moeilijk en teleurstellend in het ziekteproces, dat alle behandelingen nauwelijks of maar een beetje hielpen. En naast de hoop op de artsen hebben we de Heere gebeden. We hebben hard gebonkt op de gebedsdeuren van genezing. En zij moest door de deur gaan van de eeuwige genezing bij hem. Het achterlaten van haar geliefde, voor wie ze nog zo graag zou zorgen, was eveneens moeilijk voor haar. Hoe moet het toch verder met hen? Voor haarzelf vond ze het niet moeilijk om haar leven in Gods handen te leggen. En samen met Willem heeft ze nog het lied Ik ben die ik ben ingezongen. We horen dit lied bij haar afscheid. Bewondering mag er voor haar zijn. Hoe in alle tegenslagen rondom ziekte ze op de Heere bleef hopen. Sterker nog, bleef bouwen. En 2 weken geleden hebben we met haar en voor haar gezongen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op u en ga in uw naam. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de huld is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan in rust met u die mij hebt voortgeleid. Aanstaande Goede Vrijdag om 12:00 is de dankdienst voor haar leven hier in de Michaelkerk. Aansluitend is er condoleren. De begrafenis zal later op de dag in familiekring plaatsvinden. Zullen we gelegenheid nemen om stil te worden, om aan Wilma te denken en tegelijkertijd Gods Heilige Geest
uit te nodigen hier in ons hart. Bij Willem en allen rondom. Hier bij ons. Kom, Heilige Geest. Onze hulp en onze verwachting is en blijft in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, zit of blijf staan. We gaan straks luisteren naar een prachtig lied, Wonderlijk. En dat staat ook in het teken van het opdragen van Hanna. Hanna Alfontius Maria Ketel. Hier zit ze, stralend voorin. Hanna is de dochter van Ido en Nicole Ketel en zusje van Lauren, Joyce en Nathan. En bij... Ja, dit mooie feestelijke moment vermoed ik dat er nog best wel wat ook extra gasten in ons midden zijn. Waarin we met nadruk jullie willen zeggen welkom. Fijn dat jullie hier zijn gekomen. Jullie zijn ongelooflijk welkom. En ook degene die sowieso nieuw zijn hier vanmorgen, wees welkom. Onlangs werd mij gezegd, kun je niet een keer vragen of mensen hun hand opsteken die vandaag voor het eerst zijn. Dus ik dacht, nou, het is nu een makkelijke. Want je bent niet alleen, denk die hier eerst is. Of die vanmorgen nieuw is. Vanmorgen. Of de afgelopen weken, mag ook. Ja, daar komen we. Welkom, welkom. Welkom hier in dit huis. We gaan zingen samen met Ido en Lauren en het muziekteam. Wonderlijk. En dan zal ik dat niet meer aankondigen. Daarna komt Nicole naar voren om haar getuigenis te delen. En daarna zingen we ook weer verder. Zelf gevormd, elk deel van wie zij is, is wonderlijk gemaakt uit liefde. U die alles weet van haar, zelfs elke fluistering wordt door u gehoord. U kent haar wonderlijk. Yeah.
zonder u. U bent om haar heen. Waar zij gaat, houdt u haar vast. Wie is zij zonder u? U bent om haar heen. Waar zij gaat, houdt u haar vast. En wie ben ik? Lieve Anna, wat is het vandaag een bijzondere dag. Vandaag word jij opgedragen. Wij zijn enorm dankbaar en blij dat jij in ons leven bent gekomen. Een nieuw wonder dat wij hebben mogen aanschouwen. Je bent een heerlijk lief en vrolijk meisje. Wij willen dan ook niets liever jou opdragen aan God en vragen om een zegen over jouw leven. We weten als geen ander dat geloven geen levensverzekering is. Wij zijn ons terdege bewust dat ons ook nare dingen overkomen. Ook al ben je opgedragen of gedoopt. Wij wensen jou wel toe dat je in alle momenten van je leven je gedragen mag voelen door jouw hemelse Vader. Dat je bij de mooie dingen die je hopelijk mee mag maken, zijn aanwezigheid mag ervaren. Maar zeker ook dat je zijn troost en steun mag voelen als je moeilijke dingen meemaakt. Ondanks je 2,5 jaar hebben wij sterk ervaren dat hij er is, ook voor jou. Wij hebben in de afgelopen zomer heel sterk ervaren dat hij jou nabij is en voor jou wil zorgen. Op onze heenreis naar Frankrijk kreeg jij de zoveelste oorontsteking. Je was daar behoorlijk ziek van. Je bleef overgeven, wilde alleen maar op schoot en de koorts nam toe. Je was helemaal niet meer de vrolijke Hanna die wij kenden. Op een gegeven moment, ik was alleen met jou bij de caravan, klonk er een enorme angstschreeuw en het duurde even voordat ik me realiseerde dat jij het was. Toen ik naar je keek, was je blauw, je kleine lijfje was helemaal stijf en je leek geen adem meer te halen. Grote paniek. Gelukkig konden we snel bij de receptie komen en was Edo snel bij ons. Joyce wist niet wat er aan de hand was, maar begreep wel dat dit geen situatie was voor Nathan. En die heeft hem dus afgeleid, zodat hij zijn zusje zo niet zou zien. Door alle constellatie en geschreeuw was het voor de receptie en de mede campinggasten
direct duidelijk dat het heel erg mis was. De ambulance werd direct gebeld en omstanders trokken jou uit onze handen om je te redden. Je was bewusteloos, nauwelijks nog een hartslag, nauwelijks nog een ademhaling. Ik dacht echt dat ik je kwijt was en dat we zonder jou naar huis moesten. Het was vreselijk om te zien hoe deze mensen jou aan het redden waren. Sorry. Maar godzijdank dat zij aanwezig waren. Dat het allemaal Nederlanders waren die in Frankrijk verstand hadden van zaken. Dat het mensen waren die de rust konden bewaren om te doen wat nodig was. En bovenal, godzijdank dat jij je ademhaling weer terugvond en niet gereanimeerd hoefde te worden. Wij zien het echt als Gods bescherming dat deze mensen allen aanwezig waren op het moment dat het zo misging. Nogmaals, geloven en opdragen is geen levensverzekering. Ook wij maken nare dingen mee. Maar wat een zegen dat God wel zijn engelen kan sturen. Zijn hulp kan sturen om ons te redden op het moment dat het zo nodig is. Ik wil niet denken aan de gevolgen als jij die koortsuip had gehad op een andere camping in the middle of nowhere. En hoe gek het verder ook klinkt, het is ook deze vakantie geweest waarin wij als gezin verder naar elkaar toe zijn gegroeid. Waar wij nog meer, groot en klein, op elkaar hebben kunnen vertrouwen. Lieve Anna, nog een ander punt, jouw mooie naam. Anna Alfonsius Maria, vernoemd naar je opa, vernoemd naar mij. De naam Hanna betekent Gods genade. Ik vond het zelf lange tijd een heel moeilijk woord. Genade. Wat betekent dat nu precies? Ik ontdekte dat genade zoiets betekent als onverdiende vergeving. Vergeving krijgen zonder dat je het verdiend hebt. Vergeving die je eigenlijk niet eens kan verdienen. Vergeving als geschenk. Dus wat we ook verkeerd doen, bewust of onbewust, hij wil het ons vergeven. Dit besef is voor mij heel belangrijk geworden. Want hoe graag ik ook zou willen, ook ik doe niet alles goed. En het mooie is dat, zoals het liedje zegt, we zullen het straks ook gaan zingen, dat wat ik doe of laat, zijn liefde blijft bestaan. Zijn liefde wordt niet minder of meer door wat we doen. Dat is genade. Ik wens jou toe, lieve Anna, dat ook jij dat mag gaan ervaren. Ja, ik realiseerde me afgelopen week iets bijzonders met het lezen van de Bijbel in One Year. Bij de uitleg. En dat gaat over de namen van Nathan en Hanna. De komst van Nathan was ook een grote vreugde in ons leven. Zoals de meesten van jullie weten is kort na zijn geboorte mijn vader overleden, wat een enorm moeilijke periode was. En Nathan was in deze tijd een enorme steun voor mij, voor ons gezin, voor oma. Hij was een grote motivator om door te gaan en er weer wat van te maken. Hij deed zijn naam letterlijk eer aan. Zijn naam betekent namelijk cadeau van God. En zo hebben we dat ook echt ervaren. Uiteraard is ook Hanna een godsgeschenk en zijn wij ook dolblij met dit cadeau. Echter, God heeft ons niet alleen Hanna gegeven, maar volgens mij wilde hij ons ook iets leren. Het grootste geschenk dat hij namelijk voor ons heeft, is zijn genade. En laat dat nu precies zijn wat de naam van Hanna betekent. Daarmee is er als het ware een is-teken komen te staan tussen Nathan en Hanna. Nathan is Hanna. Gods geschenk is genade. Thank you.
want Jezus kocht mij vrij. De borgsom werd met zijn bloed betaald. Jezus Christus, die alles gaf voor mij. Geef mij nu leven dat door zal gaan. Dat is genade en wat ik doe of laat. Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. Vastberaden geloof ik in uw naam. Zo blijf ik stevig staan. Want Jezus is mijn rots en mijn Heer. Dat is genade en wat ik doe of laat. Uw liefde blijft bestaan. Uw liefde wordt niet minder of meer. Vastberaden geloof ik in uw naam. Zo blijf ik stevig staan. Genade, Hanna. Jullie mogen naar voren komen, althans de andere leden van het gezin, hier op het podium. Ja, we hebben een groot podium nodig hier, volgens mij. Nou, dan blijf ik hier achter maar even. Goed, sommige ouders laten hun kind dopen. Anderen laten dat liever over aan de zelfstandige beslissing van hun kind of kinderen. Voor de redding en om een kind van God te zijn, maakt dat niet uit. Het gaat namelijk om het hart van elk kind en elk mens. Wat daar gebeurt. Dat je hem wil toebehoren. Dat je ja tegen hem zegt. Pas dan hoor je echt bij Jezus Christus. En ben je een kind van God. Als we kinderen zegenen, en dat gaan we doen, want Hanna wordt gezegend, ze wordt opgedragen. Dan doen we dat naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Hij werd zelf naar de tempel gebracht. Daar waren Simeon en Hanna, de profetes. En zij zegenden de Heer Jezus. En later brachten ouders hun kinderen naar Jezus om door hem gezegend te worden. Jezus legde zijn handen op het kind, zegende het en wij volgen dus Jezus na als we elk kind de handen opleggen en zegenen. We zegenen in de naam van de Vader, opdat hij voor haar blijft zorgen en zij ook zijn zorg ervaart en ontvangt. We zegenen haar in de naam van de Zoon, opdat hij haar zal redden van zonde en dood. We zegenen haar in de naam van de Heilige Geest, opdat hij haar zal brengen en leiden in het eeuwige leven en in Gods Koninkrijk. Dat mogen we doen. Hanna Alfonsius Maria. En jullie hebben al heel mooi uitgelegd wat de betekenis is van haar naam. Prachtig. Vernoemd naar je vader, vernoemd naar jou en in genade ontvangen en in genade behouden. Ido en Nicole, ik heb toch een paar vragen aan jullie. Beloven jullie Hanna, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen, haar deel te laten zijn van Gods gemeente, zodat ze ontdekken zal wat het betekent om opgedragen te zijn? Beloven jullie haar op te voeden volgens het evangelie van Jezus Christus, haar bekend te maken met het woord van God en haar in liefde trouw te blijven? Beloven jullie voor elkaar en je kind, je kinderen, te blijven bidden dat ze Jezus zullen vinden. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Nou, officieel in allerlei kerkelijke documenten staat er dan dat er nu Hanna opgedragen mag worden en dat we dan een zegenlied zingen en dat ik dan de gemeente ga vragen of de gemeente dus ook ondersteunend wil blijven bidden. En eigenlijk vind ik dat een beetje apart. Want ja, dan is het eigenlijk al gebeurd. Dus dan moeten we maar afwachten of u of jij dat belooft. Ja, toch? Nou goed, nou gaat dat natuurlijk sowieso wel door. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi als ik net de vraag heb gesteld aan de ouders.
dat ik het ook gelijk aan de gemeente doe. Dus willen jullie even hiervoor gaan staan? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, willen ook jullie beloven om Hanna te blijven dragen in jullie gebeden. En te blijven verwelkomen hier in Gods gemeente. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Dank u wel. Jullie mogen weer gaan zitten. Ja, straks mogen jullie weer gaan staan voor het zegenlied. Maar we gaan eerst Hanna opdragen. Tijdens de zegening, ik wil nu alvast ook de Bijbeltekst noemen die ik voor Hanna heb uitgekozen. En ik heb een beetje gezocht. En wat ik gevonden heb voor Hanna, sluit denk ik ook wel mooi aan bij het lied dat we net gezongen hebben. Dat is een tekst die Hanna, de moeder van Samuel, heeft uitgesproken. Toen ze verheugd was dat God zo haar gebeden had verhoord en Samuel had gegeven, terwijl ze eerst geen kinderen kon krijgen. En Hanna die zingt dan, past ook erg goed bij jullie. En ze bidt, er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. Er is geen rotssteen als onze God. Hij is haar rots. En ook die van jullie. 1 Samuel 2 vers 2. Maar het komt straks ook op al het papier te staan. Zullen we Hanna gaan zegenen. En aansluitend gaan we dan staan om de zegenbeden te zingen voor haar. Ja. Hanna, gaan we voor jou zegenen? Ja, eindelijk hè? Ja. Hanna Alfonsius Maria Ketel. We zegenen jou in de naam van de Vader. God de Vader, jouw schepper en maker. En we zegenen jou in de naam van de Heer Jezus, de Zoon, door wie jij een geliefd kind van de Vader mag zijn. En we zegenen jou in de naam van de Heilige Geest, die jou wil leiden, sterken, troosten, beschermen en bovenal wil leiden in Gods Koninkrijk. Wees gezegend, Hanna, wordt vervuld met de Heilige Geest en de genade van de Heer Jezus, zodat je de Vader lief hebt in eeuwigheid. Zo zegenen we jou. Word en wees vervuld in Jezus' naam. Amen. Goed zo. Zullen we gaan staan? Prachtig en moeilijk.
is een hele mooie kaars. En elke keer als je die aansteekt, dan kan je weer denken aan het moment dat je opgedragen wordt. Ik ga niet een heel groot verhaal halen, want jullie hebben al zoveel mooie dingen verteld over haar. Zo'n mooi getuigenis gegeven. Alsjeblieft. Dit is de kaart. Ik zou hem zo uitblazen hoor, want anders wordt het een beetje vaak. De kaart met daarin de tekst. Maar deze is misschien nog wel leuk. Is van de kindernevendienst. Alsjeblieft. Bedankt. Ja. Zo. Jullie mogen gaan zitten. Ja, ja, hij mag hierin. Nee. Hoe is dat nu? Er moet even wat bijgeschuurd worden. Waar is Hans de Boer? Nee. Oké. Okay. Goed. Nou, het is Pasen. We gaan bidden. Hebben we natuurlijk eigenlijk al gedaan, maar we gaan nogmaals vragen of de Heer ons weer vervullen. Als de Bijbel open gaat en de kinderen naar beneden gaan, zullen we bidden. Ja, Hemelse Vader, wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd. Die woorden heeft u eens Jozua gegeven om door te gaan het beloofde land in. Heer, om weer een nieuwe generatie bekend te maken met wie u bent. En zo mogen we dat ook doen bij Hanna, bij de kinderen onder ons, een nieuwe generatie, om hen bekend te maken met uw genade. Dat u een genade God bent, dat u ons toch telkens weer tot u trekt en roept. En bekend wil maken dat er vergeving is in de naam van Jezus. Dat er redding is bij u. Dat door u en door Jezus en door de komst van de Heilige Geest de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven in Jezus' naam. We willen u vragen om een zegen, Heer, ook over het gezin, ketel. Het is zo mooi hier en een heerlijk getuigenis, maar waarin we ook horen, ja, dat er woestijntijden zijn geweest, maar ook woestijntijden in dit leven vandaag. Heer, en we willen u echt bidden om uw bescherming voor dit gezin. We bidden de bescherming voor alle gezinnen, de kinderen die opgroeien. En we bidden u ook om uw Heilige Geest. Heer, vergeef ons de dingen die niet goed zijn in onze levens. Heer, waarin we ook niet volmaakt onze kinderen kunnen opvoeden. Maar dat we een beroep kunnen doen op uw vergeving in Jezus' naam. En dat we van daaruit ook de kinderen zegenen. Ook naar beneden toe, zo meteen als ze hun stokken gaan maken, wilt u hen zegenen dat ze plezier hebben met elkaar. En tegelijkertijd in die vreugde ook leren kennen hoe kostbaar Jezus is, ook voor hen. Heer, vul ons, kom met uw geest opnieuw en opnieuw en leid ons in Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat het lukt, die mogen even snel naar voren komen, want jullie staan natuurlijk te trappelen om naar beneden te gaan. Dus jullie mogen naar voren komen voor het Paasproject. En even kijken, Nathan, waar ben je? Oh, kan je even komen? Kom ja, hier, maar hier. Ik heb een speciale taak voor jou vanmorgen, is dat goed? Ja? Oké, wil jij helpen? Jullie zijn vrienden, hè? Ja, kunnen jullie helpen. Wacht, ik vergeet helemaal de microfoon. Zo. Nou, jullie mogen zo naar beneden. Als iedereen toch zijn plekje heeft gevonden, dan gaat Nathan weer een ruitje openen van ons Paasproject. En wil jij, welke zou nu aan de beurt zijn, denk je? Nummer 6 of 7? 6, hè? Ja. Hoe? Ja. Oké, wat zie je daar? Ezel. Doet hij het wel? Een ezel. Een ezel. Dat is spannend. Het gaat vandaag over een ezel. En ik heb ook begrepen dat jullie straks naar beneden gaan. En dan krijgen jullie allemaal zo'n kruis. En jullie mogen die gaan versieren vanwege Palmpasen. Dat de Heer Jezus feestelijk op een ezel naar binnen komt. En onthoud ook even goed de uitleg bij alle versiersels, want dan kunnen jullie straks gaan vertellen aan degene met wie je bent gekomen, wat dat allemaal betekent, waarom we het gaan versieren. En wat er straks natuurlijk aan het einde van de week ook gaat gebeuren.
Goed, de tijd die dringt, dus we gaan heerlijk ons projectlied zingen. En daarna mogen jullie naar beneden gaan en dan zien we jullie straks weer terug. En dan mogen jullie met zo'n versierde stok door de kerk lopen en zingen. Mag het of hoef? Of moet het? Nou, dat moet je even aan je moeder vragen, oké? Mama! Nou, je hoort het zo, ja? Oké. Zullen we gaan zingen? Nou, ze krijgen nu wel even de tijd hoor, om te gaan versieren beneden. En wij gaan ondertussen de lezing lezen die hoort bij Palmpasen, die ook in alle evangeliën terug te vinden is. De geschiedenis van de intocht in Jeruzalem uit Matthäus 21, de versen 1 tot en met 11. En Gerry Dikken is de lector van vanmorgen. De intocht in Jeruzalem. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit. En hij zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt. En u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd, opdat vervuld zou worden
wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidden hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Tot zo. Dankjewel. De koning komt, heb ik boven de preek gezet als thema, met daaronder een drietal vragen. Vragen die we ook in de afgelopen weken en ook steeds hebben gesteld. Waarvan ik eigenlijk wel vind dat het hele relevante vragen zijn om sowieso jezelf altijd te stellen als je de Bijbel leest. Wie is Jezus? Wat zeggen mensen? Wat zeggen de mensen? En drie, wat is waar? En die drie vragen heb ik ook vanmorgen weer terug laten komen onder dat thema. De koning komt. De mensen zijn oprecht ongelooflijk door het dolle heen dat Jezus binnenkomt rijden Jeruzalem in. Met de grote verwachting dat ze doen wat iemand vanmorgen ook dacht toen ik met dit kruis aankwam. Om eens even een goed partijtje te gaan zwaars vechten. Ja, zo kwam ik vanmorgen binnen in het dorpskerk en iemand zei: hé, wat ga je me aandoen? Ik zei: oh, sorry. Het kruis. Maar goed, dat is eigenlijk wel een gedachte, een omkering, waar de Joden die in Jeruzalem zijn en Jezus zo zien aankomen, een viertal dagen voor het Pesachfeest, voor ogen hebben. Hij komt ons nu daadwerkelijk verlossen van die ellendige Romeinen. Hij komt daadwerkelijk nu op dit moment weer het koningschap terugbrengen voor Israël zelf. Dat gaat daadwerkelijk gebeuren. Op dat moment. Zichtbaar daar in Jeruzalem. En dan blijkt aan het eind van de week dat zwaard een kruis te worden. Een kruis en de woorden Hosanna, red toch. Die worden uitgevoerd, letterlijk, aan het kruis waar hij hangt. En de mensen zeggen in plaats van Hosanna, red ons toch, red jezelf. In plaats van Hosanna, kruisig hem. Wat kan er gebeuren in een paar dagen? De kinderen die gaan zo'n kruis versieren, dat noemen we een pompaasstok. En het is denk ik leuk om straks te vragen aan ze. En het hoeft niet eens je eigen kind te zijn. Als je straks even gaat koffie drinken beneden. En je ziet er zo eentje lopen. En maak even een praatje. En vraag gewoon, hé, waarom zitten er slingers omheen? En waarom staat er een broodhaantje op? Of waarom hangt er zo'n ketting? En dan kijken of ze de betekenis weten. Want wat ze doen heeft alles te maken met de dag van vandaag. Er gaan slingers omheen en feestelijk en alles. Broodhaantje, denk even verder, het brood, het avondmaal, de haan, Petrus, de slinger met 30 helaas rozijntjes, maar geen zilverstukken, we hadden ze graag aan de kinderen gegeven, maar de kerkbalans was net niet voldoende om te zorgen dat
Dus ik zou zeggen, volgende jaar nog iets meer geven, gemeente. Maar zo zitten daar hele symbolische attributen, symbolische versiersels aan die stok. En aan het einde van de week, want op een gegeven moment gaat die stok natuurlijk in de hoek, aan de zijkant, en dan zijn alle snoepjes eraf gegeten. En dan blijft dan over wat ook in die week echt gebeurt. En dat is gewoon een kaal kruis. Voordat ik het vergeet te zeggen, voor degene die dit kruis thuis krijgen. We zouden het fijn vinden als je merkt dat op een gegeven moment je kind er niet meer naar omkijkt. Om hem een beetje ongemerkt, misschien een grote boodschappentas of zo. Om hem ongemerkt weer eventjes hier af te leveren in de Michokerk. Zodat we volgend jaar niet nog een keer van zoveel stokken hoeven te maken. Hè? Dat we ons alleen kunnen focussen op die zilverstukken. Dus vergeet dat even niet. In de loop van hoeft niet direct. Maar ik wil toch even noemen, vorig jaar ben ik het vergeten. En onze Timo die heeft een halve middag in de tuin liggen timmeren. Als je hem wil zien, dan zit er nog een fotootje ergens. Volgens mij in de kerk-app. Maar goed, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna, red toch. Hè? Daadwerkelijke reddingsverwachting. Plaatselijk, letterlijk, wat ze verlangden. Een instant oplossing van je problemen. Daartoe zien ze Jezus komen. En dat is op zich niet zo vreemd. Want die neiging heb ik zelf ook vaak. Dat als er een probleem gebeurt, als er een situatie is, dat je roept, Heer, help nu. Red toch nu. Op mijn manier, zoals ik het graag wil hebben. Zoals wij het beste zien. Het is ook niet altijd met de verkeerde bedoeling. Maar dat je graag wil dat de Heer instant direct het probleem dus verhelpt waar je op dit moment last van hebt. En met die ogen kijken ze ook naar hem, hoe hij daar binnenkomt. Nou, in de afgelopen weken zijn we met elkaar Bijbel in One Year gaan lezen. En Nicole die haalde het net al aan. En dat is een Bijbelrooster die geschreven is vanuit de Alpha-cursus. Nikki Gumbel die heeft een Bijbelrooster opgesteld. En in de kerk-app. En je kunt de kerk-app downloaden via je App Store bij Wijkgemeente De Brug. En dan kun je je aanmelden bij de groep Bijbel in één jaar. En daar staan dan die lezingen die we iedere dag lezen te vinden. En als je je aanmeldt dan ook nog eens een keer bijvoorbeeld bij de app van Bijbel in One Year, dan zie je ook het commentaar van Gumbel erbij. Daar is een Nederlandse versie, daar is een Engelse versie voor. En als je daar allemaal niet al te veel zin in hebt, dan kun je bij ons gewoon in de kerk-app alleen die lezingen zien. En je hoeft niet per se in januari te starten. En je zou ook kunnen zeggen, die teksten, met name Oude Testament, is best veel. Dat vind ik wel lastig. Je kunt ook bijvoorbeeld dan een gedeelte pakken. Want dan heb je na een jaar toch bijvoorbeeld al op Psalmen gelezen. Of heel het boek Spreuken. Of in ieder geval ook het Nieuwe Testament. En zo kun je er ook mee omgaan. En je kunt ook vandaag beginnen met dat Bijbelrooster. En met ons mee te doen. En dan ben je volgend jaar Pompasen het hele jaar erdoorheen. Of gedeeltes daarvan. Met andere woorden, je kunt gewoon meedoen daarin. En bij de schriftlezing van vandaag heeft Gumbel een aantal opmerkingen geplaatst die ik op zich wel heel treffend vond, ook om nog even hier naar voren te halen. Want wie is Jezus? Je kunt zeggen van Jezus dat hij de meest unieke leider is in de hele wereldgeschiedenis. En als je dat niet gelooft, denk dan eens na over het argument dat naar hem de jaartelling in de hele westerse wereld, in ieder geval de westerse wereld, is vernoemd. Dat wat hij geschreven is door ongelooflijk ontelbare mensen gelezen is en gelezen wordt. En wat Jezus doet, is dat hij zijn manier van leiderschap laat zien. En dan kun je een beetje achterover gaan zitten en denken van, Jezus had afgezien of je nu wel of niet gelooft dat hij de door God beloofde redder is. En dan zijn er ook een aantal mensen die in ieder geval niet kunnen ontkennen dat wat hij gezegd heeft ook uniek is. En niemand in de wereldgeschiedenis heeft die dingen bedacht die hij bedacht heeft om te zeggen, maar ook om te doen. Afgezien daarvan is dat, Jezus, daar kan ik niet aan tippen, perfecte leider. En tegelijkertijd laat Jezus ook zien in wat hij doet invloed heeft, maar dat hij ook
in zijn leiderschap dus uitnodigt om achter hem aan te gaan, zodat je volgeling van hem wordt. Dat je achter de leider aangaat. En over het algemeen is het dan de bedoeling dat je ook gaat leren doen, leren leven zoals de leider aangeeft. En het mooiste is bij Jezus, zoals de leider ook echt is. What you see is what you get. Wat je bij hem ziet, dat ontvang je ook. En dat kun je niet van menselijke leiders zeggen. Daar zie je vaak hele mooie poespas en romslomp en prachtige dingen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan blijkt het ineens niet geheel perfect te zijn. Maar hij laat zien hoe hij leiderschap uitvoert. En het mooie daarvan is dat wij daarin mogen groeien. En ja, een leider, maar ik ben niet zo'n leider, ik ben niet zo'n leiderschaptypje. Nou, met alle respect, je hebt en we hebben allemaal invloed. In hoe klein je invloedssfeer ook lijkt te zijn. Als je al naar de supermarkt gaat, oefen je een bepaalde invloed uit. Als je maar even vriendelijk glimlacht naar de cashier. Of iemand helpt iets van de hoogste plank te pakken. In het verkeer kun je ook je invloed uitoefenen. Op allerlei manieren. Dus hoe minuscuul jouw invloed ook is, wat je zelf denkt. Denk aan de mensen om je heen, je familie, je kinderen. De beloftes die je maakt, het verlangen dat je hebt voor ze. Je oefent invloed uit. En vandaar ook dat Gumbel dus hier een aantal punten noemt die je kunt herkennen bij Jezus, maar die hij meegeeft om je eigen te maken. Ja, maar dat kan ik niet. Hoe moet ik dat doen? Nou, Jezus heeft zelf ons daartoe aangereikt dat hij wil helpen door de Heilige Geest. Gods Heilige Geest wil die krachtbron zijn om hem niet alleen te blijven volgen, maar ook nog eens keer te worden en te gaan veranderen in hoe hij is. Leid vanuit wie je bent, niet vanuit je positie. Hoe echt ben je? Jezus komt als leider hier binnen in Jeruzalem zoals hij is. Als hij gaat roepen of laat roepen om die ezels, dan zegt hij niet, hey, breng eens even die ezels hierheen. Kom op, opschieten, want de Zoon van God, ik kan niet lang wachten. Kom ermee. Hij delegeert. Hij stuurt zijn volgelingen, die dus in de leer zijn bij hem. En hopelijk ben jij dat ook. Zijn volgelingen gaan die ezels halen. En ze hoeven alleen maar te zeggen, als er vragen zouden zijn, zeg dat de Heer je heeft gestuurd, dat de Heer erom vraagt. Heel eenvoudig. Niet vanuit zijn positie waarin hij miljarden engelen kan sturen om maar de weg voor hem te banen. Nee, gewoon de Heer vraagt het. Vriendelijk, zachtmoedig. Zachtmoedig op een ezel is de profetie. Zo komt de gezalfde van God, zo komt Jezus binnen. En vermijd arrogantie, uiterlijk vertoon. Denk, als je jezelf zou willen, ja, zou willen duidelijk maken wie jij bent. Als je een punt wil maken omdat iemand anders bij jou een punt heeft gemaakt. Denk aan die ezel. Denk aan de ezel. Hoe de Heer nederig, niet arrogant, niet op een paard, niet met al zijn ruiters en wagens, zoals koningen in die tijd zichzelf presenteren, of met het hele gevolg. Denk aan alle fantastische auto's die er tevoorschijn komen als regeringsleiders verschijnen. Een ezel. Als je de behoefte hebt om toch eventjes je punt te maken. Maar tegelijkertijd schuw de confrontatie niet. Want als de Heer dus is binnengekomen in Jeruzalem, zachtmoedig, je zou kunnen zeggen, liefdevol op die ezel, dan is het eerste wat hij gaat doen, is al die geldwisselaars en al die mensen die in zijn ogen niet horen in het huis van God, eruit te mikken. Vrij hardhandig.
heel duidelijk. Dit, jullie horen hier niet. Dus in zijn liefde laat de Heer wel zien wat de waarheid is van God. Dus liefde en waarheid gaan altijd samen. We duiken vaak in het een. Of we zijn keihard, gaan we voor de waarheid en we vergeten de liefde. Of we zijn zo liefdevol, maar we poetsen de waarheid maar weg. Hij heeft allebei. En het zou mooi zijn om dat ons eigen te maken in zijn kracht. Streef naar geestelijke kracht en niet wereldlijke macht. En wat daarbij mooi is, is dat op een gegeven moment de kinderen dus gaan overnemen wat de volwassenen zingen. De volwassenen zingen, Hosanna, red toch, de koning komt. De zoon van David is in aantocht en de kinderen nemen het over. En de wonderen, die vloeien weer uit zijn handen op dat moment. Het gaat hem om de geestelijke invloed in de levens van mensen en een invloed die jullie ook hebben. En ieder, zoals we hier vanmorgen Hanna mochten zegenen, dan is dat ook afhankelijk van het gebed in de gemeente en de houding van haar ouders. En zo is dat bij een ieder van jullie ook. Je hebt geestelijke invloed. Vooral kinderen zien of je geloof echt is of niet. Wat het je mag kosten of waar je onderuit wil komen. Ze zien het feilloos. En in dit alles zet gebed bovenaan je lijst. Als die tempel een beetje opgeruimd is, zachtjes gezegd, dan zegt Jezus, dit hoort een huis van gebed te zijn. Ten diepste is een gemeente, de gemeente van Jezus, bedoeld om huizen van gebed te zijn, levens van gebed te zijn. En Jezus benoemt dat. De tempel, Gods tempel, en door Jezus is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest, hoort een huis van gebed te zijn. Nou, ondertussen heb je al goed kunnen kijken, die punten. Denk er eens over na. Lees ze eens na. Ik zal ze ook zetten wel in de app. En wat hij eveneens is, wie is Jezus, de vervuller van de profetieën? Het is onvoorstelbaar hoe in detail hij vervult wat de profeten al eeuwen daarvoor hebben gezegd. En dit is maar een kleine fractie. Jeremia heeft er overigens ook gestaan, eeuwen daarvoor, om die tempel schoon te vegen, om het weer een huis van gebed te laten zijn. Om die dingen uit je leven te doen die niet horen bij een leven van God, maar weer biddend samen met hem op weg te gaan. En zo staat de Heer daar, maar hier ook een vervuller van Zacharia 9, vers 9. Daar komen die twee ezels voor. Hoe verzin je het? Jesaja 62. Uw koning komt. Hij komt. Hij is gekomen en hij komt. Want de Joden, en ik denk dat wij ook zelf de neiging daartoe hebben, die hebben in alle voorspellingen van hun Messias niet rekening gehouden met een Messias die eerst op een ezel komt. En die eerst gaat lijden, zoals de profetieën al voorzegd hebben. Ja, wat zeggen de mensen? Die schriftgeleerden en die fariseer, die daar allerlei opmerkingen hebben, die je kunt terugvinden in de evangelie, die zijn niet heel erg blij. Die zeggen bijvoorbeeld tegen elkaar, wie houdt deze man nou eens tegen? Kijk, de hele wereld loopt hem achterna. Ze irriteren zich aan Jezus. Ze hoeven hem niet. En wat ook opmerkelijk is, en je leest er heel snel overheen, is dat er ook staat in dat 11e vers, de menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Eerst, Hosanna, de zoon van David. Maar als we even verder met elkaar een praatje hebben. Maar hij komt toch uit Nazareth. Is hij wel die zoon van David? Ja, als je je verdiept in Jezus, ontdek je dat hij de zoon van David is geboren in Bethlehem en verhuisd.
Hij heeft zijn adres veranderd. Nazareth. Om van daaruit ook in alle onzichtbaarheid te starten. Die 3 jaartjes die hij bezig is geweest vanuit Nazareth. Maar de mensen geloven hem niet. Tot op de dag van vandaag zijn er zoveel, en ik hoef in Spijkenisse daar niet heel veel over uit te wijden, dat velen om je heen hem niet geloven. Maar er zijn ook velen die hem nauwelijks kennen, die niet van hem gehoord hebben. En daartoe heeft de Heere u en jou ook geroepen. Om te delen wie hij is. Wat zeg jij over hem? Want het is waar. Jezus komt. Jezus komt bijna 2000 jaar geleden als de vriendelijke, zachtmoedige koning. Omdat God nog zoveel mensen op het oog heeft die hij het eeuwige leven met hem als vader gunt. Ieder mens. Iedereen die geboren wordt. En we zien dat in de tijd nadat is Jezus gekruisigd en opgestaan uit de dood, teruggegaan naar de Vader, waar hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. En waarvan dus gezegd wordt, en ook zo is, dat hij daar wacht op het moment dat alle vijanden als een voetbank aan zijn voeten zijn gelegd. Dus er komt nog een strijd met het kwaad. En de Vader heeft dat moment voor zich gehouden wanneer Jezus dus weer gaat komen. En maar dat moment, dat is nog in de toekomst. En dat moment is een vrij definitief moment. Van de definitieve wederkomst van Jezus Christus. De komst die we nu lezen met elkaar en bestuderen heeft alles te maken met die vriendelijkheid van de Vader. Om u en jou de gelegenheid te geven in de eeuwen die zouden komen om ook bij hem te horen. Want wat als Jezus op dat moment dus inderdaad het zwaard had gegrepen. Zichtbaar het koningschap in handen had genomen. Die Romeinen eruit klettert. En legioenen engelen roept om te zeggen van nu is het klaar met deze wereld. En nu laten we eens eventjes goed zien wie ten diepste de eigenaar is van deze wereld. Dus nu ben ik hier zichtbaar op dit moment koning. Het scheelt ook weer een kruis. Het scheelt heel veel lijden. Wie zou dan nog voor eeuwig bij God kunnen bestaan? Is er dan vergeving van zonde voor de mensen daar? Iedereen draait voor zijn eigen zonde op. En ook daarvoor. Is er dan gelegenheid in al die eeuwen voor mensen om bij God te kunnen horen? Nee, want ze worden niet meer geboren. Want Jezus heeft op dat moment, bij die eerste komst, het al geregeld. Of heeft hij op dit moment dus inderdaad al voor ogen, ik moet door dit lijden heen, zodat er in de loop van de eeuwen nog velen tot de Vader kunnen komen en ook vergeving van zonde ontvangen. Koning door lijden heen is niet hoe wij het zouden bedenken. Is niet hoe wij het zouden verwachten. Dat Gods wegen anders zijn. En daar kun je wel eens opstandig van worden. En bijvoorbeeld ook dat we zo gebeden hebben voor Wilma. En zo gebeden en anderen gevraagd. En andere predikers die voor genezing hebben gebeden en gezalfd. En Gods wegen blijken anders te zijn. Is ze verloren? Nee, want ze bouwt op hem. Ze is nu in de eeuwigheid bij hem. Maar we zien haar nu niet meer. Inderdaad, dat is de diepe pijn van het tijdelijke afscheid. En tegelijkertijd weten we hoeveel jaren hebben wij nog. Hoe snel vliegen de jaren voorbij. En hoe lang is die eeuwigheid die er dan is. En zij wacht totdat de rest van haar familie, haar broeders en zusters, ook zich voegen bij dat grote koor van mensen en kinderen van de Vader. God haalt de problemen niet altijd weg, maar hij baant wel een weg door de problemen heen. Hij geeft kracht. Not everybody gets healed. Niet iedereen wordt genezen. But everybody gets blessed. Iedereen wordt gezegend. En beter, zegt Henk Binnendijk senior, beter een slecht begin en een goed einde
beter een leven hier op aarde, hè, waarin je wellicht hebt moeten zoeken en worstelen om Jezus te vinden en hem vast te houden. Hè, maar samen met hem de weg blijven lopen, dan heb je een goed einde. Hè, dan op een gegeven moment denken van, nou, laat ik maar voor de vaderland losleven en het hier maar goed hebben. Dus je hebt hier een goed begin van de eeuwigheid. Maar waar ben je daarna? Het is waar. Jezus is gekomen. Zijn eerste komst. En Jezus komt nogmaals na een zware tijd hier op aarde. Een tijd van genade waarin we zitten, dat je door de Heilige Geest, door geloof in hem, door je hart te geven aan hem en de Heilige Geest te ontvangen bij hem hoort. En een periode die nog gaat komen. Jezus gaat binnenkort, denk ik wel, de gelovigen halen, zijn bruid halen, waardoor er een 7-jarige ellendige tijd op aarde nog plaatsvindt. En hij uiteindelijk door een strijd met het kwaad, een definitieve strijd, ook de uiteindelijke wederkomst laat zien aan allemaal. Ik noem dit, dat komt in de komende tijd altijd wel weer eens terug, deze tijdsplanning die de Heer heeft en die we ontdekken in zijn woord. Maar er komt een moment dat de eindstrijd met het kwaad dus plaatsvindt. En dan is het volledig. Hoor je dan bij hem of niet? Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We zien nog niet in de wereld dat alles hem onderworpen is. God is daarmee bezig en er komt een eindstrijd met het kwaad. Met de Satan, met de duivel en al zijn strijdkrachten die overduidelijk gigantisch tekeer gaan. En vergeet ook hem niet als je het kwaad beschouwt in deze wereld. Leg niet alles bij God. Kijk eens naar die macht van het kwaad. Waar God vriendelijk en eenvoudig en bescheiden doorheen werkt al die eeuwen lang om jou tot hem te trekken. Zie jij Jezus? Want hij is met heerlijkheid en eer gekroond aan de rechterhand van de Vader. Maar hij moest voor korte tijd minder dan de engelen worden vanwege het lijden van de dood. Hij moest de dood door. Hij gaat ook dit probleem van de dood niet uit de weg, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Jezus gaat de dood door. Waarom? En daarmee ga ik ook besluiten, is wat je kunt vinden ook in het boek Hebreeën. Om hem die de macht over de dood had, Hebreeën 2 vers 14, dat is de duivel, teniet te doen. Onschuldige die sterft voor schuldigen, verbreekt de macht van de dood, zodat als die dood verschijnt, je het leven ingaat voor wie gelooft. Billy Graham, dat is een evangelist die in 2018 is overleden. Hij is 99 jaar geworden. Die heeft deze boodschap, nou, trek 16 jaar van 98 af. Hij was 16 jaar toen hij tot geloof kwam. Vanaf die tijd heeft hij dat met passie overal verteld. Geloof Jezus. Hij heeft de macht van de dood weggenomen en kan jouw zonde vergeven en jou een kind van de Vader laten zijn. Hij heeft het uit en treuren gepreekt. En toen hij op leeftijd was en ouder werd, heeft hij uiteindelijk ook gezegd: als straks het bericht komt dat Billy Graham dood is, je ziet hier zijn grafsteen, een beetje eronder, onder die Bijbeltekst uit Hebreeën, geloof het niet! Geloof niet dat Billy Graham dood is! Want op het moment dat jij dit hoort, dan ben ik levend! Nog meer dan ik ooit geleefd heb. Het enige wat er gebeurd is, I changed my address. Ik heb mijn adres veranderd. En voor die hoop is Jezus die week ingegaan. En met die hoop mag je uitkijken naar die definitieve komst. Maar vergeet niet dat God zo vriendelijk en geduldig is, dat hij die tijd laat uitlopen. Maar de vraag is, ben jij nu van hem? Hoor jij al bij hem?
En die hele menigte die uiteindelijk zal roepen, yes, Hosanna, u bent gekomen. Zullen we bidden? Hemelse Vader, die we door Jezus Vader mogen noemen. Heere, groot is de vreugde om door het lijden heen van Jezus. Maar ook door ons eigen lijden heen. Heer, ook wij zijn kwetsbaar. En wij ontkomen er niet aan om dingen mee te maken in ons leven die we eigenlijk helemaal niet willen. Maar dank u dat we juist ook aan het begin van deze week dan naar uw zoon mogen kijken. Die in Gethsemane ook zo worstelt. Vader, laat die beker toch voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in dit vertrouwen roepen we u ook aan. Dat we vertrouwen dat uw wil geschiedt door de wereldtijd heen. Dat uw plan verder loopt. En dat het verder loopt naar het einde van de tweede komst van Jezus. En wij willen u bidden, Heer. Dat we met vreugde naar haar uitzien. Dat het ons ook sterkt in het lijden van iedere dag. Als we in rouw zijn, als we ziek zijn, als we het zwaar hebben. Heren, als we ons zorgen maken, als we onder depressie gebukt gaan. Als we het moeilijk vinden om onze kinderen op te voeden in deze tijd. Als we het lastig vinden om al die leiderschap-eigenschappen van u ons eigen te maken. En we steeds weer tegen onze beperkingen aanlopen. Dat we toch arrogant zijn, niet vriendelijk, niet zachtmoedig. Dat we toch ons punt willen maken. Heer, dat we in dit alles Jezus zien. Die met eer en heerlijkheid gekroond is. Wachtend op het zijn van zijn Vader. Om definitief te verschijnen. Als koning. En de eindstrijd met het kwaad voorbij is. Heer, wij bidden u dat nog velen Jezus zullen vinden. En dat u de vreugde van u in onze harten uitstort, ook vanmorgen. Hoe kostbaar het is te leven in zijn naam. Te leven met u. Te leven in de kracht van de Heilige Geest. Dat we overgezet zijn uit het koninkrijk van de macht van het kwaad. In het koninkrijk van uw liefde. En dat uw koninkrijk door de eeuwen heen doorbreekt op uw manier. Open onze ogen, opdat we zien. Open onze oren, opdat we het horen. Open onze neuzen, opdat we het ruiken. Open onze mond, opdat we ervoor zullen spreken. Open onze handen, opdat we uw kracht ontvangen. En leid onze voeten, zodat we gaan in uw naam. Heren. We willen bidden voor uw volk Israël. Dat er nog velen zullen zien. Dat er eerst een leidende Messias gekomen is. Voordat hij zichtbaar in heerlijkheid verschijnt. Heer, open hun ogen alstublieft, Heer. Uw eigen volk. We zegenen hen. We zegenen hen in Sion. Sterk onze vervolgde broeders en zusters. Die letterlijk lijden. Hebben door te maken. Bewaar hen in de gevangenissen, in de moeite. Heer, we willen u bidden voor ons land, waarin we kiezen voor het goede begin, om het hier fijn te hebben, maar niet maar nadenken wat er aan het einde gebeurt. Red toch, Heer, Hosanna, red toch de mensen om ons heen die u niet kennen. Leid ons hierin om op uw manier te delen wie u bent. Heer, zo willen we ook bidden voor Willem, voor Wilma's kinderen, haar kleinkinderen, haar aangenomen kinderen. Alle die haar als moeder, geestelijke moeder ook hebben ervaren. Heer, het verlies is groot voor ons, nu in dit tijdelijke. Maar we weten in vertrouwen op u dat ze wacht tot wij allen ons voegen bij u. Heere, sterkt u Willem en allen in de komende week en op Goede Vrijdag. Heer, en zo willen we ook bidden voor de zieken. En bijzonder ook bidden voor Marieke Pronk,
Heer, die weer is opgenomen in het ziekenhuis. Voor Raf en Lisanne. Heer, als mama weer in het ziekenhuis is, wil je ook bidden voor dit gezin. Om uitkomst. Dat er een weg gebaand wordt, Heer. We roepen u aan. Kom met uw geest, Heer. Ik zal de lippen veranderen in reine lippen. Zodat ze alle de naam van de Heer zullen aanroepen. Om hem schouder aan schouder te dienen. Ja, Heer. Verander onze lippen in reine lippen. Zodat we allen de naam van de Heer aanroepen. En u schouder aan schouder zullen dienen. In een stil moment bidden we de gebeden van ons hart. Hoor ons, Heer, als we het onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zijn woord, hij verwacht een vol verlangen.
Jezus in alles bij ons is. Ik wil u vragen om te gaan staan. Zoals we, als u dat wilt, zoals we één gemeente de naam van Jezus mogen uitroepen. Dat we mogen weten en ervaren wie Hij voor ons is. In geloof spreek ik de naam van Jezus. Over ieder hart en elk verstand.
spreek ik de naam van Jezus. Over alle onrust, alle angst. Zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus. Amen. Ik zie nog een gesloten deur. Dus ik denk dat ze nog niet in aantocht zijn. Dan gaan wij verder met de collecten. En, oh wacht, komt er al wat? Komen ze al? Oké, we gaan verder met de collecten. Ja. Dan is de eerste collecte. En daar komt nog een filmpje zo meteen bij. Het is ook wel een indrukwekkend filmpje over het doel van de collecte, het 40 dagen project. De tweede collecte is voor beheer en onderhoud. En de derde collecte is voor kinderen en jongeren. En de collectezakken kunnen rondgaan. De QR-code om te geven kun je ook vinden in onze nieuwsbrief. Die kun je aanvragen via de website en in de kerkapp die je kunt downloaden. Ook daar kun je via de button geven. Geven aan deze doelen. Het filmpje kan aangezet worden, David. Dan kijken we eerst daarnaar. Uit liefde voor ons stierf Jezus aan het kruis. Hij inspireert ons nog iedere dag om liefde door te geven aan mensen dichtbij en ver weg. In Moldavië, het armste land van Europa, staan veel ouderen er alleen voor. Hun kinderen zijn naar het buitenland vertrokken voor werk. Kerken stimuleren jongeren om te kijken naar eenzame ouderen. Senorik, kom trajevje op zijn madrebat. Kom trajevje op zijn moeder. Ze kan centraal worden. Centraal spelen bij de pijsertarie van Rog. The situation of our elderly is very bad and they are starving sometimes. They don't have enough resources. We go to elderly people to show them the daily basis products and help them with cleaning up. Ze lopen als het eerste die kasten komen naar noi. Cola, kijk de waarom de zware die pijn, kijk die pijn. Nou, wat moet spoelen? Kijk de bukurie in het zuurlet, am jou. А може и не фригуши от нам, а че я унесол. Дяд, да я ли спуск, кума с пенязка, а ша прима спус и оплифт. Тинери се имплика, ка са ажути им проект, май лес тинери волонтари, кари ажута, ши май лес вод ши фамилили тинери лукро еста, парка и инкуражаза. That I have been offered the opportunity to do volunteerism. That's very important for me and for people in this village. Uit liefde zet Pavel zich in voor de ouderen in zijn dorp. Help kerken in Moldavië meer ouderen en jongeren vol liefde met elkaar te verbinden. Noi împreună suntem biserica în acțiune. Geef uit liefde voor mensen als Milazia, Alexandra, Gennady en Pavel. Dank je wel. De collectezakken die gaan nog even rond. Dan hebben we nog een paar plaatjes om te tonen, ook voor de komende week. Want we gaan de stille week in, die zo genoemd wordt om het lijden van de Heer dieper ook tot je laten doordringen. En daartoe is het niet stil met de hoeveelheid diensten. Oh, volgens mij is er wat in aantocht? Oké. Nou, ik noem de diensten en dan gaan ze volgens mij binnenkomen. Ik krijg zo'n beetje zo'n intochtsgevoel van 5 december, maar dat is het zeker niet. Dus ik noem nog even dit. Dus aankomende woensdag de laatste vesper in de dorpskerk. Dan donderdagavond, ook heel even een puntje. Dat is een avond met name bedoeld ook voor de kinderen.
om 6:30 tot 7:00 bieden Corrie Stam en Anneke Katz dus een Pesachmaaltijd aan. Waarin ze dus de maaltijd ook serveren zoals de Joden dat gewend zijn. En waarbij ze uitleg geven. En tot nu toe hebben nog maar 2 kinderen zich opgegeven, namelijk mijn kinderen. Dus of het is misschien niet duidelijk overgekomen dat dit echt voor kinderen bedoeld is. We hebben wel de mensen van de Alfa uitgenodigd, dus ik hoop dat de maat sowieso wel doorgaat. Maar het was aan mij wel de vraag van, nou wil je dan alsjeblieft nog even een oproep doen? Want het is ongelooflijk leuk om met de kinderen dit te doen. Dus je mag wel mee als begeleider, dat mag wel. Maar het is in principe dus bedoeld ook voor de kids. Dus ik zou zeggen, neem ze gewoon, maar geef ze wel even op. Zodat Anneke en Corrie weten dat er kinderen komen. Die kunt je opgeven. Het staat ook in de nieuwsbrief. En anders schiet je mij even aan. In de app, kerkapp. Staat in de kerkapp. Dan Goede Vrijdag in de morgen in de Dorpskerk. 9:30. Met heiligavondmaal. Heel bijzonder. Met muziekteam. S'avonds hier in de Michaelkerk. Ook met muziekteam. En Stille Zaterdag in de Dorpskerk. En dat is ook heel indrukwekkend. Dan komt de nieuwe paaskaars binnen. Het licht van Jezus door het duister heen. En steken we dat ook aan. Met wakenkaarsjes voor onszelf. Dat is ook heel mooi zo. Dus 7:30 staat verkeerd in de nieuwsbrief. Het is 7:30, geen 8:00. En paasmorgen is het weer feest. 9:30 Dorpskerk en 11:00 in de Michaelkerk met muziekteams. Nou, dan denk ik dat we ons een beetje klaar kunnen maken voor de intocht. Van alle palmtakken, alle palmstokken met de kinderen. En zullen we maar gaan starten. Yes. Verkondigt het jubeljaar in de naam van de God van
Zo. Wauw, wat een feestelijk gezicht. Al die paastokken. En we willen natuurlijk even uitleggen wat we hebben gedaan. Want we hebben natuurlijk niet zomaar alleen maar geknutseld. Maar er zat ook echt allemaal symboliek aan die stok. Hè? Dus ik zal even aan de kinderen een vraag stellen. En als ze het antwoord weten, mogen ze dat even komen zeggen. Natuurlijk allereerst het kruis. Waar was het kruis ook alweer van? Wie weet dat? Ja? Het kruis was van Jezus die stierf. Juist, heel goed. En dan hangt er... Het was heel moeilijk, want er stonden schaaltjes met chips. Maar daar mochten ze niet van snoepen, want daar moesten ze een ketting van maken van 12 chipjes. Wat betekent die ketting? Die ketting van chips staat voor de 12 discipelen. 12 discipelen van Jezus, 12 chipjes. Dan hangt er ook nog een zakje met 30 rozijntjes aan de stok. Waar was dat van, Anna? De 30 zilverstukken. 30 zilverstukken. En dat was welk verhaal? Van Judas. Ja, ja, Jezus verraden voor 30 zilverstukken. Heel goed. Dan zitten er ook nog groene takken aan de stok. Wie weet dat nog? De groene takken, ja? De palmstokken. Palmstokken, ja. Ja, de stokken die van de bomen werden gehaald en werden neergelegd waar Jezus overheen liep met de mantels. Ja. Wat hangt er nog meer aan de stok? Een zak met eitjes. Waar was dat ook alweer van? Ja? Nieuw leven. Nieuw leven, hè? Eitjes, symbool van nieuw leven. Jezus geeft met Pasen nieuw leven. En tot slot, bovenop, heel kwetsbaar. Oh, jij hebt hem heel hoog. Bovenop, weet jij het nog? Broodhaantje? Nee? Wie weet het broodhaantje nog? Jij? Nou, van Petrus van de Haankraai. Ja, heel goed. Het verhaal van Petrus, die Jezus 3 keer verraadt voordat de haan kraalt. En nog eentje? Het lichaam van Jezus. Het brood. Jezus is het brood. Dus hij breekt met het avondmaal het brood en zegt, dit is mijn lichaam. Dus een stok met heel veel symbolen uit de Lijdensweek. Dat hebben we met elkaar gedaan. En dan wil ik eigenlijk gelijk even zeggen, wat zijn ze mooi, hè? En dan heb ik het, ja. Maar dan heb ik het eigenlijk niet over de stokken, maar over de kinderen. Ja. Wat zijn de kinderen mooi. En dat zeg ik even, omdat wij bij het jeugdwerk echt dringend mensen nodig hebben. We hebben leuke plannen gemaakt. Er zijn plannen voor om met workshopachtige dingen, crea, muziek, toneel, dans bezig te gaan of met projecten, dus voor een aantal weken iets doen. Er zijn heel veel ideeën om het jeugdwerk weer een impuls te geven, maar er zijn ook mensen nodig. En daarom een hartstochtelijke oproep aan de gemeente ook. We hebben kindje opgedragen waarin we ook beloven om als gemeente om te zien naar de kinderen. En zij zijn de toekomst. Hè? We hebben prachtige kinderen in onze gemeente, de toekomst waar we in willen investeren. Er zijn veel ideeën om bij aan te haken. En als je denkt van, hé, ik wil wel iets bijdragen, workshopachtig iets. Het hoeft ook niet te zijn dat je dan in het standaard rooster komt, maar dat je misschien tijdelijk iets wil doen waar wij op dat moment mee bezig zijn. We willen heel graag ook investeren in dingen rondom gebed, bijvoorbeeld een aantal weken. Laat het weten aan de nevendienstleiding, aan mij, dat je bereid bent om mee te investeren in de kinderen van onze gemeente. Ja, mensen, we hebben wat nagedacht en ik zag van de week een app dat onze dominee jarig is geweest. En we hebben iets leuks bedacht van de Koningskinderen. We hebben een kaart gemaakt waar iedereen een handtekening op gezet hebt. En dat wil ik graag geven aan de dominee. Dankjewel. Daar staat alle handtekeningen op. Gefeliciteerd met je verjaardag, 50 jaar ben je geworden, heb ik gehoord. En nou was onze wens dat jullie gaan zingen van Lang zal ze leven. Kun je allemaal zingen? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip, hip, hoera, hip, hoera.
erg bedankt. Maar ik zal het nog uitleggen. Ik heb het expres niet echt aan de grote klok gehangen. Niet alleen vanwege de leeftijd, zeg maar. Want het is ik ben dankbaar om het te worden, werkelijk. Maar ook omdat er nog iets anders dit jaar gebeurt. We zijn ook over een tijdje 25 jaar getrouwd. Dus ik dacht, dan doe ik gewoon alles bij elkaar, zeg maar. En dan zullen jullie er meer van horen. Als Jeroen het er mee eens is. Ja. Zullen we ons slotlied gaan zingen met elkaar? Liefde was het. Zullen we gaan staan? Straks gelegenheid om de familie Ketel te feliciteren. Dus die worden straks denk ik eventjes in de huiskamer neergezet, vermoed ik. Maar feliciteer ze met Hanna. En voor wie dat wil, er is ook een gebedsteam dat er voor je gebeden kan worden. En ontvang de zegen. De Heer zegt, jullie zijn mijn stromende rivier. Daar waar jullie mijn geest brengen, zullen mensen vrucht dragen. Baan jullie een weg als een bulderende rivier door al het kwaad heen. Verspreid mijn liefde. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de vervulling van de Heilige Geest is en blijft met u, met jou. Amen. Amen. Thank you.
als het onrecht werd voor Jezus.